Hi, peeps. Hoe gaat het ermee? Hoe is het leven? Hoe is 2017? Ja, dat zijn mijn vragen eigenlijk een beetje. Ik heb een antwoord voor jullie eigenlijk. Het is vandaag, denk ik, iets van de 11e of 12e van januari. Ik voel me een beetje. Nee, jullie moeten even net iets hoger gaan zetten. Echt hoor, waarom hou ik een statief als ik hem niet eens ga gebruiken? I don't know. Het is gewoon even iets wat ik. Ik moet hem gewoon een keertje gaan vinden. Ik weet echt niet waar ik hem heb gelaten, namelijk. Dus, nou. Ik heb hem gewoon eventjes. Ik heb jullie gewoon eventjes op een kaarsenhouder gezet. Maar dat is helemaal goed. Prima. Ik heb hier lekker dekentje. Ik heb het koud. Het is koud. Het is winter. Het heeft gewoon gesneeuwd gisteravond. En waarschijnlijk gaat het vandaag ook weer sneeuwen. Dus we moeten het maar eventjes allemaal accepteren dat we nog niet in de zomer zitten. Dat kan. Ja. Spreken over accepteren. Ik ben nu in 2017. Het is mijn eerste video van 2017 die ik ga plaatsen. En die ik ga maken is niet waar. Ik heb al een paar dingetjes geprobeerd te maken, maar dat ging niet helemaal. En dat is eigenlijk puur omdat ik gewoon zo erg dacht dat ik gewoon limited was in wat ik doe, weet je wel. En dat is identiem gewoon voor heel veel dingen die ik aan het doen momenteel ben. Ik ben ondernemer. Ik doe gewoon dingen vanuit mezelf. En ik heb altijd het idee dat ik zeg maar iets tegenover moeten hebben staan om daar zeg maar mijn eigen versie van te maken. Of beter dan diegene te doen. Of beter dan wat een ander doet, zeg maar, te doen. En goh, wat word ik daar moe van. Jee. Oh mijn god. Ik ben er echt gewoon bijna mee. Ja, we zeggen dat mijn 1 jaar zijn op YouTube waar ik me echt zelf ben aan gaan ontdekken. En terugkijken naar video's wat ik dus heb gedaan. Zie ik echt gewoon ook zoveel over het afgelopen jaar ben veranderd. En dat zal ik voor de komende jaren ook doen. En dat is ook in mijn relatie. Dat is ook in hoe ik business-wise ben. Hoe ik persoonlijk ben. Hoe ik een sociaal leven heb. En in heel veel wensen die ik heb. En heel veel dingen die ik wil doen. En ik vind het super eng. Echt waar. En ik denk uit angst ben ik de laatste tijd gewoon ja, heel erg on the down low gegaan. Gewoon. Een beetje verstoppend en een beetje wegdenkend van, ugh, ik vind het helemaal niet leuk en fijn dat allemaal dingen gebeuren. En het is allemaal zoveel en whatever. Terwijl echt heel veel van die dingen positief zijn. Kijk, dan heb ik ook wel wat dingen die negatief zijn. Maar dat zijn dingen die over tijd gewoon beter gaan worden. En ja, weet je, ik bedoel, waar je zelf kan aan werken om eruit te komen. En dat soort dingen, weet je. Ik bedoel, dat is gewoon wat je humanly possibly hebt. Je kan gewoon beslissen om een ander leven te leiden. Of beslissen om een beter leven te leiden. Of om gelukkiger te zijn. En dat is best wel lastig voor mij de laatste tijd. En dat zeg ik heel eerlijk. Want ik stop mezelf echt in zo'n soort van doosje. Waar ik niet kan ademen. En waar ik gewoon denk, oké, dit is het enige wat ik kan doen. Alle spullen die ik in mijn doosje heb, Jero. Dat is het enige wat ik kan doen, wat ik kan gebruiken. En dit is de manier hoe ik het hoor te doen. Ik ben vorig jaar ook naar een YouTube-conference geweest. Ik ben ook heel veel naar andere mensen gaan luisteren. En een beetje opgevist van, oké, wat is advies om, ja, gewoon in alle dingen die ik doe, weet je. Ik heb best wel veel invloed gehad vanaf de buitenwereld. Wat maakte dat ik heel erg, ja, naar dat advies ging luisteren. En eigenlijk een beetje in die doos bleef en er nooit meer uitkwam. En altijd had gedacht van, oké, weet je wat, ik moet dagelijks gaan vloggen. Dat moet ik gewoon. Kijk. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het echt geweldig om te doen. Ik vind het echt super. Maar soms dan heb je er geen zin in. Soms heb je gewoon een kutdag. En weet je, het is niet altijd even gewoon timing-wise gewoon iets wat je wil doen. Of het is, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon best wel veel. Ik volg best wel veel YouTube-channels. Echt best wel erg veel. En er zijn echt een aantal waar ik gewoon oprecht heel veel respect voor heb. En waar ik echt gewoon zoveel, ja, liefde voor in mijn hart heb, gewoon als ik naar die video's kijk. En het zijn eigenlijk de meeste die ik volg, die ik echt leuk vind, zijn de meer oprechte mensen en de meer oprechte YouTubers die niet zozeer bij hun content blijven. Die blijven, ja, die gaan juist hun comfortzone uit en die gaan juist nieuwe dingen proberen. Maar ze doen het wel uit eerlijkheid en dat is iets wat ik gewoon, ja, waar ik eigenlijk jaloers op ben. Ik heb er zelf zoveel moeite mee en hoewel ik echt zo eerlijk ben altijd, tenminste dat probeer ik zoveel mogelijk. Er komt zoveel negatieve shit uit. En ik vergeet gewoon de simplicity gewoon van creatief zijn. En gewoon doen wat ik wil. Ik bedoel, dan denk je na over een gaming channel, weet je. Dan denk je van, oké, ik wil graag een video opnemen dat ik een game speel.
En ik wil het niet echt zozeer heel erg monteren of whatever. Maar ja, eigenlijk zou het wel moeten, want het moet grappig overkomen. Of je moet full gameplays gaan doen, want dat is gewoon wat mensen willen. En je moet, als je een vlog maakt, moet je er vlognummer dit dat zijn. Want het is schijnbaar het hele Nederlands gedoe tegenwoordig dat mensen dat doen. En weet je, er wordt zoveel, zeker aan YouTube. Hè? Dus YouTube is super gegroeid en heel veel mensen hebben er gewoon toegang tot. En sommige mensen vind ik zelfs, heel eerlijk gezegd, dat ze onterecht groot worden. Omdat ze juist inspelen op wat vinden mensen sensationeel en wat vinden mensen aantrekkelijk. En ik vind dat we allemaal heel erg in een hokje, onszelf in een hokje plaatsen waar we, ja, limited zijn. En dat is gewoon iets wat ik denk van, waar slaat het op, weet je? Ik heb superveel angst momenteel en het doet me niet veel goed. Echt niet. En ja, dat is eigenlijk in alle situaties die ik heb en alle we zeggen levenservaringen en levenssituaties die ik nu heb. Het voelt zo erg alsof ik mezelf gewoon plaats van oké, hier mag ik zijn en verder dan dat niet. En dat voelt zo shitty. En sommige dingen kan ik echt loslaten. Gewoon, weet je, sommige dingen van oké, dit gaat met de tijd beter worden of oké, dat kan ik doen. Maar het hoeft niet zozeer groots en gigantisch te zijn en whatever. Ja, iets wat ik nu al inzie, zeg maar, in dit jaar, is dat ik gewoon heel erg veranderd ben. En ja, weet je, situaties die veranderen hoe je denken en whatever. En het heeft mij even negatief gewoon effect op me gehad. Het heeft me ook veranderd en geshaped, zeg maar, gewoon in hoe ik met dingen omga en hoe ik dingen wil aanpakken en hoe ik graag met mensen wil omgaan. En eigenlijk ook wat ik wil doen. Ik ben heel erg bang, want ik heb echt gewoon best wel, weet je wel, heel vaak gezegd, gehoord van oké, je kan dingen niet doen en zo. En misschien voor, ja, weet je, misschien val ik in herhaling. Maar het is toch iets waar ik toch altijd nog last voor heb. En er was echt gewoon een periode, een paar goed jaar, dat ik echt het gewoon zelfvertrouwen had. En gewoon liefde voor mezelf had. En veel meer deed van oké, ik wil dingen nieuw doen en zo. En nu ik ouder word, wil ik ook gewoon, ja, gewoon bepaalde stappen maken. Bepaalde dingen echt doen. En dan heb ik echt zoiets van, ja, waarom nou? Weet je, ik bedoel, oei, 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 oei. Ik heb zoveel vrijheid in wat ik doe. En toch beperk ik mezelf omdat ik het gevoel heb dat het belangrijk is wat mensen ervan vinden. En hoewel ik het, ja, weet je, soms overkom van oké, boeit me niet. Kijk, wat ik ook zie bijvoorbeeld, is dat ik voorheen gewoon totaal niks aan mijn uiterlijk deed. Of om me goed te laten voelen of dingen ging doen. Weet je, recent ben ik naar de kapper geweest. Ik ben naar de schoonheidsspecialist geweest. En hoewel ik het niet echt belangrijk vind van wat mensen daarvan vinden. Of dat ik make-up draag of whatever. Ik vind het wel belangrijk hoe ik me voel daarin. Weet je, hoe ik daarin sta. En ik vind het belangrijk om gewoon, ja, ik bedoel, iedereen heeft gewoon zijn eigen wensen. En waarom zouden we daar niet naartoe leven? En waarom zouden we die niet vervullen? En ik ben echt, ja, ik wil me daar echt zelf echt op wijzen. Want ik ben echt een beetje heel erg negatief aan het worden. Ik heb zoveel gejankt. Gewoon de afgelopen weken en zo. Beide goed en slecht eigenlijk. En ik heb mezelf echt opgesloten. En oh my god, het is gewoon niet chill. En het is, ik merk het overal wat ik doe. Dan denk ik, bam. Ja, het is gewoon niet. Het is niet ik. En het hoort niet zo. Ja, hoe zeg je dat? Ik presteer mezelf uit angst. En ik zet me neer uit angst. En ik zet me neer uit verdriet. En ik zet me neer uit, ja, gewoon onzekerheid. En het is gewoon klaar. Het is echt gewoon klaar. De 2017 versie van Lara is gewoon mezelf. Echt waar. Gewoon lekker dingen doen en gewoon even zat zijn met het negatieve. Want ja, hoewel ik nog best wel negatieve dingen tegen ga komen, dat blijft zo. Ik bedoel, het is niet alsof het gaat veranderen. Het zal komen en gaan en het zal komen en gaan. Maar positief is waar het gewoon om gaat. En damn, ik heb echt wel wat leuke dingen om me heen. En ik wil hier ook vrijheid hebben. En dat is eigenlijk wat jullie van me kunnen verwachten dit jaar. Een beetje random vrijheid, zeg maar. I guess. En ja, ik denk dat dat echt iets heel goeds is. Ik denk dat het echt iets heel geweldigs gaat worden. En weet je, ik ben heel veel video's heb ik uit vrijheid gemaakt. En daar ben ik heel erg trots op. Maar ook heel veel video's, dan denk ik, ja,
ben ik dan wel echt mezelf geweest? Of wilde ik echt bepaalde dingen. Ja, ik weet niet. Het vloggen is wel echt heel erg oprecht geweest. Maar bijvoorbeeld de laatste weken, weet je, heb ik het heel erg geforceerd. Toen ik het wel deed. Omdat het, ja, weet je, ik voelde me heel negatief. En dan kom je niet echt over. Oh mijn god, ik moet niezen. Zo. Sorry. Sorry voor de. Holy. Dus dat soort dingen. Ik hoop niet dat er nu zon op mijn scherm zit of zo. Sorry. Nee, het is tijd om mezelf te zijn. Wat dus Laris is. Ja, by the way, kom even langs als je een keer een proefles wilt volgen. Zelfpromotie. Kijk, dit is niet erg. Dit is vanuit mezelf. Dat vind ik ook zoiets. Dat ik denk van ja, al die promotie en zo. Ik wil dat het ook wel oprecht is, man. Ik wil echt niet meer naar mensen kijken die gewoon dikke zelfpromotie zijn of die gewoon niks qua toevoeging in de mensheid hebben. Weet je, ik vind dat gewoon zo tijdloos. Tenminste, tijdverspilling. Holy damn. Maar goed, jongens, ik moet eten. Ik ga zo meteen lekker even naar het Ritse Morreltje doen voor mijn werk. En dan even voor de opening trouwens. Ze hebben een nieuwe opening van de zaal. Dus dan willen ze een beetje viering doen. Dus dat is gezellig. Ik heb trouwens nieuwe kleren aan. Wacht, even laten zien. Op mijn voeten slapen. Kijk. Ik heb een soort van boyfriend jeans aan. Maar ze zitten best wel strak aan mijn bovenbenen. Maar ook best wel dikke, brede bovenbenen hebben eigenlijk. En dan weet je zo'n long sleeved geruite blouse. En ja, ik vond het best wel cool. Ze waren in de aanbieding, dus ik dacht, why not? Ja, dat ga ik even doen. En dan ga ik daarna even met Richie, Gio en Leon gaan we even Mario Karten. Bro, dat zijn toch vet leuke dingen? Of ben ik nou heel dom? Ja, sorry. Het spijt me. Ik wil gewoon mezelf verontschuldigen aan mezelf. En aan de mensen om me heen. Ik ben super negatief geweest. En ook niet oprecht in wat ik doe. Terwijl ik echt super leuke dingen aan het doen ben. En ik ben dankbaar. En ik verdien het ook, vind ik. En dat is gewoon iets wat ik nu echt moet aan geloven, weet je. Ik bedoel, wat ik gedaan heb is vanuit mezelf gegaan. En dat is gewoon iets waar ik trots op moet zijn. Dus dat is even de les van vandaag. Dus guys, ik zie jullie probably best wel snel. Nu ik mijn nieuwe lens heb, kan ik weer filmen. Dus dat scheelt ook wel weer. Doei, please. Good night. Bye.